Wat fijn dat u er bent. Anja staat klaar voor de warming-up. Kom, we gaan beginnen. Goedemorgen, daar zijn we. We gaan beginnen met de warming-up. Zijn jullie er klaar voor? Stap maar op de plaats. Stap maar op de plaats. Gaan we zo aantikken met de hak. 1, 2, daar gaan we. Hak, 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 hak. En als je wilt kun je natuurlijk ook meedoen op de stoel. Heel goed. We doen er nog 4, 3, 2 keer dezelfde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nog 2 keer. Om en om. Zij. 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 Je voeten onder je lijf en tik aan met de tenen. Tik. Tik. Armen losjes mee bewegen. 4, 3. 2 keer dezelfde. 1, 2. 1, 2. 1. 2, 1, 2. En de laatste keer. Prima. We zetten de voeten iets uit elkaar. En we zwaaien de armen rustig voor en achter. Voor en achter. Beide armen gaan rond. Rond. Maak die cirkel groot. Goed die schouders los. Andere kant op. Andere kant op. Handen in de zij. Draaien met de romp. Voor die mooie slanke taille. Ja, ja. We doen er nog 4. 3. 2. Handen op de schouders. Schouder hoog. Schouder, zij. Schouder, hoog. Schouder, zij. Hoog. Zij. Nou, let op. Eén arm hoog, één arm zij. Hop. Hop. Eén hoog, één zij. Hup. Hup. Ja, dit is echt een gymnastiek hoor. Proberen. Doen er nog 2. Prima, en los. Goed gedaan. Weet je wat trouwens ook goed is voor de hersenen? Bewegen op muziek. Dus jullie zijn goed bezig. Ga zo door. Goed. We gaan verder met het blokje kracht. En in dat blokje kracht doen we vandaag buikspieren. Rechte buikspieren en schuine buikspieren. En de eerste gaat als volgt. U zit recht op de stoel. De handen zijn een beetje over elkaar. En de schouders zijn laag. We gaan 8 keer naar één kant. En 8 keer naar de andere kant. Maar jullie moeten wel naar mij blijven kijken. Nou, zijn jullie er klaar voor? En dan gaan we. En draai. Het is maar een hele kleine beweging die je maakt. Heel goed. Ga maar lekker door. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En we gaan de andere kant op. Komt-ie. Draai. Ja, en blijf naar voren kijken. Hè? Dus mensen thuis, jullie mogen gewoon naar mij blijven kijken. 4. En nog 3. En nog 2. En dit wordt de laatste. Om en om nu. En de ene kant. Hebben jullie allemaal nog de schouders laag? Want dat is heel belangrijk. En de andere kant. Gaan we nog een keer. Ene kant terug. En de andere kant terug. En de ene kant terug. En we hebben even rust. Even ontspannen. Ik leg de volgende oefening uit. Die is voor de rechte buikspieren. Ik begin met mijn armen hoog. Die gaan naar beneden. Maar tegelijkertijd gaat er een been omhoog. En daarna het andere been. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie. 1. Terug. En 2. Terug. 3. Ja, deze is best lastig hoor. Als het thuis te lastig is, dan doe je alleen de benen. En mooi. Goed.
En we gaan nog lekker door, want 1, hup, en 2, ga door. Ja, nou, omdat het zo lekker gaat, doen we er nog 4. En nog 3. En nog 2. En de laatste, en we hebben even rust. We hebben nu schuine buikspieren gedaan, rechte buikspieren. Komt er nog één voor de schuine. Goed gaan zitten, we strekken de armen zo naar voren. En dan gaan we naar beneden. Zijn we er klaar voor? Strek. En naar beneden, kijk maar mee. En strek. En kijk maar mee, goed. En nog een keer. En kijk maar mee. En strek. En nu gaan we de andere kant op. Komt-ie. En strek. En kijk maar mee. En strek omhoog. Schuin omhoog strekken. En dan voel je wel dat je met je schuine buikspieren aan het werk bent. Strek. Ah, heel goed. Ja, voelen jullie dat? He? Thuis ook, hè? Hier aan de taille voel je de spieren. We sluiten nog even af. En we sluiten af met die oefening voor de rechte buikspieren. Zijn we er allemaal klaar voor thuis ook? 1, terug. En 2, en terug. Ja. Oh, wat zijn ze hier lenig hier, hè? Hier in de studio. Als dat thuis niet zo hoog gaat, is helemaal niet erg. Doe maar lekker mee. Ja, daar gaan we. Nog 4. Ja, goed. Ga door. Ja, mooi. Even rust. Oh, lekker. Goed. Nou, we hebben een blokje kracht gehad. Alle buikspieren recht en schuin zijn geweest. We gaan verder met het volgende blok. We gaan een coördinatieoefening doen en daarvoor gaan we koffie malen en we gaan thee zetten. En dan gaan we eerst oefenen met het koffie malen. Dan gaan we met één arm gaan we rondjes draaien. Oké. Dan doen we het even met de andere arm. Ouderwetse koffiemolen. Nou, nog een keer de eerste arm koffie zetten. Koffie malen. En dan doen we de andere arm ook nog een keertje. Ja, goed. Oké, arm weer los. Dan gaan we nu thee schenken. Dus je pakt je theepot beet. En dan gaan we 1, 2, 3, 4 en weer terug. En 1, 2, 3, 4 en weer terug. En 1, 2, 3, 4 en weer terug. En dan doen we de laatste. 1, 2, 3, 4 en weer terug. Andere kant, pak een theepot beet. Komt-ie. En 1, 2, 3, 4 en weer terug. En 1, 2, 3, 4 en weer terug. 1, 2, 3, 4 en weer terug. En dan doen we de laatste. En 1, 2, 3, 4. Oké, armen weer los. We doen het om en om. Koffie en thee. Daar komt-ie. En 1, 2, 3, 4. Thee zetten. 1, 2 en weer terug. 2, nog een keer deze kant. En dan de thee. En 1, 2, 3, 4 en weer terug. Dan doen we het andersom. Gaat deze hand koffie malen, andere hand gaat thee zetten. Komt-ie. 1, 2, 3, 4 en dan de thee. En weer terug. En 1, 2, 3, 4 en de thee. 2, 3, de laatste keer. En 1, 2, 3, 4 en thee. Nou, dat gaan we tegelijk doen. Dus we gaan koffie malen. En dan gaan we thee schenken. 1, 2 en weer terug. 2. Dus blijf draaien. 1, 2, terug. 2 en dan de laatste. 1. Hele hoge 2 en weer terug. Oké, wisselen. Andere hand. En draaien. En dan 1, 2 en terug. 2 en 1, 2 en terug. 2 en 1, 2, terug naar de laatste. 1, 2 en terug. 2, nou dan pak ik een kopje. Beetje koffie en thee erin. Koekje erbij. En een slokje.
Oké, dat was het. Zo, we hebben lekker hard gewerkt. Dan gaan we nu weer ontspannen en onze spieren even lekker oprekken. Rechterarm naar voren. Linkerarm naar voren. En buig ze allebei naar rechts. Voel het lekker rekken in je borst. En naar voren. En naar links. Kijk maar mee. En kijk naar rechts. Kijk naar links. Doen we nog één keer. Heel rustig. Kijk hoe ver je kunt rekken. En terug. En even armen los. Gaat je rechterarm omhoog. Linkerarm omhoog. Goed stevig staan. En buig naar rechts. Dat voel je weer lekker. Rekken. Gaan we langs de grond. Omhoog. Andere kant op. En terug. En we gaan weer naar rechts. Langs de grond. Hoog. Gaan we naar links. En langs de grond. En omhoog. En lekker. Oké. Laag in je knieën. Buig in je heupen. Maak van je rug een tafeltje. En strek nu je armen naar voren. Goed door blijven ademen door je neus in en door je mond uit. En los. Helemaal los. Werveltje voor werveltje gaan we weer omhoog. Doen we nog een keer. Buig. In je heupen. Maak van je rug een tafel. En strek je armen langs je oren. En blijf ademen. Los. En terug. En terug. Okay. Stappen we naar rechts. En buig naar rechts. En probeer de stoel aan te raken. Of de tafel. Aanrecht. En terug. Stap naar de andere kant. En maak je lang. En rek je lekker uit. Heel goed. Okay. Nu stappen we naar voren. En maken we ons lang. En terug. Stap naar voren. Tenen wijzen naar voren. Maak je lang. En terug. Maak van je handen een dienblaadje. Helemaal wijd. En schud het maar uit. Dit blijven we even doen. En tussendoor luisteren we naar de tip van Esther. Blijf maar lekker schudden. Wist u dat het heel belangrijk is als u ouder wordt om in beweging te blijven? Uw dagelijkse activiteiten helpen daarbij. Het is dan ook heel goed om dat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven doen.